Gastheer van vanavond, zaakvoerder bij DigiTo,
Dames en heren, Lievende Rijk. Mag ik beginnen? Goedenavond, vrienden, vriendinnen, familie. Allemaal welkom op de opening van onze nieuwe toonzaal. Velen gaan misschien zeggen, eindelijk is ze klaar. Maar in principe was dat een beetje de bedoeling. Allee, ja, de bedoeling, ja. De eerste fase was de werkplaats, dat was vrij dringend. De machine waren op komst. De machine die aangekocht waren bij de firma Viva. Ondertussen een beetje een vriend geworden. Dat was het dringendste, omdat de machine moesten geïnstalleerd worden in de uitbreiding van de werkhuizen. De toonzaal kwam in een latere fase om verschillende redenen. Financieel. En ook het werk dat we daaraan gehad hebben. Maar in principe zitten we een beetje op schema. We zitten op enkele maanden na, zitten we perfect op schema qua opening, nieuwe toonzaal. De inrichting is ook wel de groep, Derito, iedereen van technische tekenaars tot mensen in de atelier, montage, allemaal willen bedanken. Want alles wat je gezien hebt in de toonzaal is zelf ontworpen, getekend en gefabriceerd en geplaatst door ons eigen team. Dank u. En nu, in principe ook het heel kort houden, we onder hier een keer een ferme boeken geven. En ik heb tegen de Mike gezegd, Mike, mijn woorden, we zijn denk ik nog goed in het geheugen. Ik heb u gezegd tegen de Mike, zeg, je moet er gewoon een dansing van maken. En dat is de bedoeling, dat we hier echt een keer de benen strekken. En ik ga echt voluit gaan, want ik heb het echt nodig. Ja, beste mensen, heeft het zeker nodig. Ziet hem weer gaan met die blonde. Hi, come on, mannetjes. 1, 2, 3, 4.